Aetion is het forum voor waardegedreven ondernemen. Dit is ons winter-event, helemaal in het teken van mogelijkmakers. Omdat mogelijkmakers meer dan ooit nodig zijn in heel turbulente tijden. En mogelijkmakers zijn leiders die weten zowel vernieuwing te stimuleren als toch een houvast te bieden in de organisatie. Sowieso, de topic is super interessant. Daar gaat het over als ondernemer om geïnspireerd te worden. En dan ja, het thema mogelijkmakers is wel een zeer fijne en positieve boodschap. We spreken altijd over moeilijke tijden en moeilijke momenten. En dan vind ik het zeer mooi dat er ook een tegengewicht is zoals vanavond. Dames en heren, mag ik uw applaus voor een mogelijkmaker pur sang, Jeff Colruyt. En waarom Jeff? Omdat Jeff iemand is die een visie kan uittekenen, die een toekomst ziet, die geen stilstand kan accepteren, maar die toch ook wel tegelijkertijd zijn organisatie houvast biedt, zijn teams en zijn organisatie mee kan nemen op dat pad. En op dat vlak is Jeff toch wel een unieke leider geweest in zijn ganse carrière bij Colruyt Groep. De Leadership Award doet in eerste instantie heel veel plezier. Het is toch een deel erkenning voor 30 jaar werk. Het is voor mij ook het teken van oké, als je zo'n award krijgt, dan mag je met een gerust gemoed in een andere rol stappen. Dus ik moet het niet meer op dat vlak niet meer doen elke dag. Ik ga vanavond onthouden dat er heel veel mensen zijn die met supermooie projecten bezig zijn. Allemaal om mensen te laten groeien. Want bedrijven, zoals Jeff Colruyt precies zei, bedrijven dat zijn mensen. En mensen die hebben doelen, die hebben dromen. En het is heel fijn als al die dingen op één lijn komen. En dat de doelen van de mensen in lijn zijn met de doelen van ondernemingen. En dan, ja, dat is super als dat zo kan samenkomen.